Mijn vrouw was kleuterjuf, zo vertelt de misdaadverslaggever. En na de moord op Peter werden natuurlijk nog eens de toch al strenge beveiligingsmaatregelen extra aangescherpt. Daarmee doelt John op de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. En een van de gevolgen was dat mijn gezin extra beveiligd werd en dat ook zij op haar werk uit voorzorg een bepaalde vorm van beveiliging zou gaan krijgen. De journalist vertelde dat zij dat begrijpelijk vonden. Maar de school waar ze werkte vond dat niet begrijpelijk, met name de directie en het schoolbestuur. Ze werd eigenlijk terwijl we nog in een hele verdrietige periode zaten, bij het schoolbestuur geroepen en naar huis gestuurd van, sorry maar vanwege het werk van je man en de consequenties rond beveiligingsmaatregelen op school willen we niet meer dat je hier komt. Uiteindelijk is haar arbeidsovereenkomst beëindigd. John benadrukt dat hij en zijn vrouw niet wilden dat er iets zou gebeuren op de school. Mijn vrouw al helemaal niet. Als daar vanuit overheidswegen of politie of justitie aanwijzingen voor waren geweest, hadden we gezegd, onmiddellijk stoppen. Maar dat was allemaal niet. En ik vind het ook van een ongekende lafheid getuige van die school dat vanuit hele opportunistische redenen wordt gezegd, ga maar naar huis. Het einde van het liedje is dat mijn vrouw na bijna 40 jaar onderwijs nu het onderwijs uitgeknikkerd is omdat ik misdaadjournalist ben. John stelt dat ze alles hebben geprobeerd en dat zelfs de burgemeester erbij betrokken raakte. Dat loste volgens hem niets op, ik weet hoeveel liefde zij voor haar vak heeft en kinderen zijn haar alles. Door de beslissing van de school is de kans volgens John niet groot dat je op een andere school aan de slag hoeft te gaan, iets wat enorm aan hem knaagt. Thank you.